dat in het kader van de beheersing, maar ook het contact te verminderen tussen mensen en massa mass spreading events, dus massa ontmoetingen ook moet proberen te verminderen, dat wij als regering gisteren unaniem het besluit hebben genomen dat voor de komende periode, dus tot nader order, alle officiële nationale feestdagen, er een totale lockdown zal gelden. Dat is een belangrijk besluit. Er zijn een paar feestdagen onderweg. Aanstaande donderdag 13 mei hebben wij Eid al-Fitr. Daarna hebben wij Kitty Kotti. Maar vooralsnog moet ik zeggen dat het besluit is dat wij op basis van onze bevindingen uit de praktijk, op basis van de inzichten, besloten hebben we op alle nationale feestdagen tot nader orde een totale lockdown zal gelden. Dus concreet voor donderdag 13 mei 2021 geldt vanaf woensdag 12 mei om 8 uur 's avonds tot vrijdag 14 mei om 5 uur 's morgens een totale lockdown. Dan bent u hierbij geïnformeerd. Als samenleving vond het ook noodzakelijk dat u vroegtijdig wordt geïnformeerd, zodat u de nodige voorbereidingen kunt treffen voor uw persoonlijk huishouden en andere zaken.